Nou, wat belangrijk is, is als je je opdracht accepteert, is zeker als je op deze innovatieve manieren gaat werken, dan wil je de whole system in the room. Maar voordat je de whole system in the room gaat vragen, en dat zijn dan vaak de klanten, de deskundigen, alle belanghebbenden, ga je eerst kijken naar de invloed binnen je eigen interne organisatie. Want wat dodelijk is, is als je straks met een geweldige oplossing uit zo'n whole system in the room sessie komt en een of andere manager zegt, oh, maar dat gaan we niet doen. Dus dat wil je voorkomen en daardoor ga je eerst in kaart brengen hoe de verhoudingen binnen het bedrijf zijn ten opzichte van de oplossing die je wil gaan verzinnen. En dan ga je samen een schets maken van de interne organisatie en dan zet je op deze as zet je invloed, veel, en hier weinig. En hier zet je of iemand voor of tegen is. En met voor of tegen bedoel ik dus, stel je hebt die innovatieve oplossing en gaat iemand dat dan steunen of afschieten. In het geval van Maat en Daad begonnen we dus met de stedelijk directeur. Nou, daarvan weten we, die heeft heel veel invloed. En we wisten ook, die steun hebben we. Vervolgens waren er natuurlijk ook directeuren waarvan we dachten, die hebben wel redelijk wat invloed, maar die zitten hier wat meer in het aarzelende gebied, om het maar even zo te zeggen. Op het gebied van innovatie en wat minder controle. Verder probeer je te zoeken naar de informele leiders in de organisatie. Op dit gebied natuurlijk, het probleemgebied wat je aan gaat pakken. En van die informele leiders wil je ook weten, want die hebben vaak best veel invloed. Informeel, maar veel invloed. Als ze hier zitten, dan wil je met elkaar afspreken welke acties gaan we ondernemen om die persoon aan boord te krijgen. Desnoods als de duivel aan boord halen die kritisch meedenkt, want daar kan een oplossing alleen maar beter van worden. Maar als het een informele leider is waarvan je denkt, nou, die zit echt hier, dan wil je die ook gebruiken als steun voor je oplossing. Nou, het belangrijkste is dus dat je je mandaat hebt zekergesteld, dan pas ga je verder. En hoe ga je dan verder? Nou, je hebt al in kaart gebracht, ook waar je specialisten zitten. En dan ga je die mensen uitnodigen en vragen of ze met jou mee willen op reis om die mooie nieuwe oplossing te verzinnen. Dat betekent wel, dat is nog niet zo makkelijk. Het betekent dat je mensen echt enorm moet overtuigen, want ze gaan iets doen wat ze vaak nog nooit hebben gedaan. Dus dat is anders, dat is best raar. En mensen moeten dat willen. Dus je moet echt praten als brugman. Het is behoorlijk trekken en sleuren, om het maar zo te zeggen. En het vergt echt wel iets van degene die dat moet organiseren. Dus dat moet je wel beseffen als je hier aan begint. Maar als je dan de whole system in the room hebt, ja, dan werkt het ook ongelooflijk goed. Omdat je al die perspectieven hebt op dat ene probleem. En je hebt de klant erbij, want daar moet je ook voor zorgen. En ja, dan kan je tot zo'n goede nieuwe oplossing komen die anders is dan wat je al eerder geprobeerd hebt. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk die whole system. Dat betekent de deskundigen die je nodig hebt, de klanten, de afvaardiging van de klanten die je nodig hebt om tot een goede oplossing te komen. Als je niet de whole system in de room krijgt, hoef je er niet aan te beginnen. Verder is de locatie heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat er licht is, het is belangrijk dat er ruimte is, ruimte om te bewegen, maar ook ruimte om in kleinere groepjes uiteen te gaan. Dus dan is het handig dat je ergens of een aparte ruimte hebt, of wat aparte tafels of staantafels waar mensen aan kunnen werken. En ja, dat klinkt misschien raar, maar goed eten is toch heel belangrijk, want je bent wel 4 dagen mee bezig. Een strak programma is ook heel erg belangrijk en daar bedoel ik mee dat je gaat allerlei tools gebruiken en die ga je in de tijd zetten. Dus je zegt van ik ga op dat moment ga ik eerst de stakeholder analyse doen en daar plan ik zoveel tijd voor. Vervolgens ga ik zoveel tijd plannen voor de klantreis, de persona's die gemaakt worden, de klantreis die uitgevoerd wordt. En zo ga je het hele programma in de tijd zetten en dat gaat op minuutbasis. Daar hou je je verder niet precies aan in die 4 dagen, maar het geeft je een enorme strakke leidraad. Bij al die tools is het heel erg belangrijk dat je elke keer ruimte geeft aan individuele ideeën. Dus je laat mensen even met post-its individueel uiteengaan of met een A4'tje om hun ideeën te tekenen of op te schrijven. En dan breng je het weer bijeen in de groep. Omdat je de ideeën van iedereen wil horen en niet alleen van de mensen die het hardst roepen. En het allerbelangrijkste is dat je de diamant gebruikt, de diamond, en dat je eerst heel breed gaat denken en dat je, als je heel breed hebt gedacht, dat je dan weer met elkaar alles concreet gaat maken en dat je tot een concrete oplossing komt waar iedereen dan ook achter staat.